Hey allemaal, welkom terug bij een nieuwe vakantievlog. De laatste vakantievlog. En om eerlijk te zijn is het eigenlijk al vrijdag. Maar er is deze week eigenlijk niks spannends gebeurd, waardoor ik totaal niet veel input had om te filmen. Ik heb eigenlijk gewoon gewerkt en mijn appartement onderhouden, like usual. Maar ik ben nergens speciaal naartoe geweest. Dus ik vond het ook gewoon niet echt de moeite om te vloggen. Maar ik wil wel kort even toelichten wat er al gebeurd is en wat er nog gaat komen dit weekend. Vind je mijn vakantievlogs leuk? Geef het dan zeker een like. Druk zeker op die rode knop hieronder voor we gaan starten. Allereerst wil ik wel iets super leuk vertellen, want mijn vriend en ik hebben voor ons 10 jaar samen, met alle ups en downs, pauzes, alle drama dat ik maar kan bedenken, een citytrip geboekt naar Venetië. Eind september zijn wij 10 jaar samen en dat is toch wel een mooi jaar en we wouden het niet zomaar laten voorbij gaan. Dus we hebben een citytripje geboekt omdat we toch uiteindelijk geen reis hebben gemaakt nu, want hij is volop bezig met zijn hoeven te verbouwen. En ja, zijn focus ligt gewoon daarop, wat dat volkomen normaal is. Dus eind september gaan wij een weekendje weg en ik kijk er echt heel erg naar uit. Ik heb oprecht bang van Ryanair, want alle stakingen doen geen goed aan mijn hart. En ik heb voor de zekerheid ook een annulatieverzekering genomen. Ik hoop niet dat we ze gaan moeten gebruiken, echt niet, want ik zou het echt zonde vinden om ons 10 jaar... zomaar te laten voorbij gaan zonder iets te doen. En oké, je kan hier in België ook wel iets leuks doen en iets gaan eten, maar het is toch niet hetzelfde. Dus daarvan mogen jullie ook eind september, het zal eerder begin oktober zijn waarschijnlijk, een leuke vlog verwachten. Ik denk wel dat die echt super leuk gaat zijn. Ik hoop echt op mooie weer. Geen regen, please. Ook al is er wind en zo, dat kan mij niet schelen. Gewoon droog. Dan is het voor mij al goed, want ja, het is natuurlijk wel het begin van de herfst en let's pray dat gewoon echt gaat meevallen. We hebben wel geen hotel genomen in het eiland Venetië, maar nog op het vasteland van Italië, omdat die prijzen daar gewoon echt super crazy waren. Ik heb letterlijk een hotel gezien voor 2 nachten, 3 dagen en dat kostte €11.000. En ik dacht echt van, wie geeft zijn geld daaraan? Je mag nog rijk zijn, ik zou het er niet aan kunnen geven. Dan investeer ik liever in een handtas van Hermès bijvoorbeeld. Dan zou ik mijn geld eerder daarin investeren. Maar natuurlijk, elke levensstijl is anders. En ja. Wat ik nu nog ga doen, het is bijna middag, dus ik ga straks lunchen. En dan ga ik mijn ramen kuisen langs de buitenkant. Nog 2 ramen moet ik langs de binnenkant kuisen. Dus eigenlijk totaal ook niks speciaal. Maar ik ga gewoon niks interessants meer doen. En ik wil wel een vlog online kunnen zetten. Dus het is wat het is. Maar morgen ga ik wel nieuwe nagels laten plaatsen, want het is wel echt nodig. Ze beginnen uit te groeien. Maar dankzij de roze ondertoon valt het eigenlijk van ver niet echt op dat ze uitgegroeid zijn. En ook mijn tenen nu zien er eigenlijk niet meer uit. Dus morgen krijgen die ook een nieuwe pedicure. Ik heb een nieuwe afspraak gemaakt, uiteraard, in het weekend waarbij ik weg ben. Dus ik ga die ook moeten herzetten. Ik hoop naar de donderdag, de dag ervoor, wil ik ook een stuk van mijn haar laten knippen. Want voor mij is het weer al veel te lang. Ik wil het echt tot hier af hebben. Ik heb mijn haar laten knippen voor Think Pink. Mijn haar was oorspronkelijk echt super lang. En voor mij is dit nu weer al veel te lang. Dat is echt raar. Ik ben dan niet meer gewoon om lang haar te hebben. En ja, dat is echt, dat voelt heel raar om nu al terug haar tot hier te hebben, om dat terug te zien. Het voelt niet meer natuurlijk. En ik denk ook niet dat ik mijn haar ooit nog zo lang zal laten. Ook al vind ik dit eigenlijk al veel te lang. Het staat mij wel, moet ik zeggen. Maar het moet korter. Dus zoals ik al zei, moet ik maandag terug gaan werken. En dan nog dinsdag, woensdag. Ik weet niet goed wat er donderdag en vrijdag op mijn planning gaan staan. Oftewel ga ik gewoon werken voor mijn bijberoep. Ofwel gaan mijn vriend en ik misschien iets doen. Want hij heeft volgende week ook nog de hele week gekregen om aan zijn huis te werken. Maar aangezien dat we deze week niks hebben gedaan, we hebben geen uitstap gedaan, niks speciaals, gaan we dat misschien verschuiven naar volgende week. We gaan zien, want het weer het echt niet mee. Het is echt geen zomervakantie en dat is gewoon niet leuk. Dus ja, het heeft ook geen zin om in de regen naar buiten te gaan of ergens binnen te gaan zitten, want ja, dan maakt het toch ook geen zomervakantie. Dus we gaan volgende week zien welk weer het is, waar we kunnen naartoe gaan. Misschien een keer een dagje naar de Ardennen. Ik zeg het al heel lang geleden en hij wil dat precies wel eens doen, maar in de kou is dat gewoon niet leuk. Dus we will see. Ik heb mezelf ook echt de mooiste kookpot ooit cadeau gedaan. Ik heb die gevonden bij Amazon. Ik was altijd op zoek naar een mooie kookpot, maar de meeste kookpotten in de winkel zijn inox en ik vind dat niet mooi. Dus heb ik gewacht tot ik deze parel vond.
Het is een nieuwe dag en ik ga mijn nagels laten doen. Ik zit dus in de auto en ik ga vertrekken. Ik ga ook mijn teennagels helemaal laten verfrissen. Ik krijg ook een pedicure, dus let's go naar daar. Ik ben juist thuis en ik ga nu een lekkere smoothie maken. Maar ik ga eerst nog mijn teennagels tonen, want die heb ik in het salon niet kunnen tonen. Het is hetzelfde kleurtje geworden als mijn nagels. Dus ook zo van dat pastelgeel, echt mooi. Hoe schattig is trouwens ook mijn tas. Ik kocht die onlangs bij de Hema en ik vind die echt super cute. Ik heb ook mijn airfryer op het aanrecht gezet, omdat ik die anders gewoon niet gebruik. Ik ben niemand, als ik het niet zie, gebruik ik het niet. En daarom heb ik hem op mijn aanrecht gezet. Ik ga maandag proberen gehakt in paprika's met nog allerlei kruiden en kazen te maken in de airfryer. Ik weet niet of het gaat lukken, het zal de eerste keer zijn, maar we will see. Outfit of the day. We zijn vandaag zondag en dat betekent dat het de laatste dag is van mijn vakantie. Echt, ik kan niet geloven dat mijn 3 weken al om zijn. Die zijn super hard gevlogen. Echt jammer eigenlijk, want je begint er echt aan te wennen. Maar het is zo, het is niet anders. Maar ik ga straks even naar de kermis in de buurt. Want mijn grootvader speelt af en toe keyboard en accordeon en af en toe film ik hem eens als het in de buurt is en ik ga dat nu ook doen. Dus ik heb mijn tas bij van Yves Saint Laurent, mijn topje is van de Bershka, mijn broek van de Primark en mijn sandalen zijn van Mephisto. Een beetje een herfstige outfit, want het is niet al te warm. Ik heb een beetje bang dat het gaat regenen, dus ik ga zeker ook mijn jas meedoen. Maar dit is dus de look voor vandaag. Ik kom even kort toelichten wat jullie allemaal hebben gezien. Dus mijn vriend en ik zijn een paar dagen na het spelen van mijn grootvader naar de vloerenwinkel gaan kijken. Voor hem, voor vloeren. Want wie mij volgt weet dat hij een hoeven aan het verbouwen is. En hij is ongeveer waar de vloeren moeten komen nu. Dus we zijn even gaan kijken wat voor vloer hij wil. En ik denk wel dat jullie zien in welke genre hij gaat zoeken. Het gaat echt landelijk worden. Het gaat super mooi worden, want hij gaat een combinatie nemen van Bourgondisch kruis met klinkers. Het gaat echt tof worden binnen. En de dag daarna zijn wij gaan kijken naar de Zoo van Plankendaal. Ik moest al even denken wat wij hadden gedaan. En ja, dat was wel eens leuk om te doen. We wilden eigenlijk naar het kasteel van Walsingen gaan. En zo een paar andere kastelen. Maar het was zo twijfelachtig met het weer. Want het is niet topweer geweest. Maar uiteindelijk heeft het ook niet geregend. En dat was eigenlijk onze grootste angst. Dus ergens hebben we wel spijt dat we dat niet hebben gedaan. Maar goed, ja, het was wel een leuke dag. En vandaar zijn we doorgegaan naar het stad van Mechelen. Om gewoon nog een keer een paar winkels te bekijken. En dan zijn we naar huis gegaan. En voor de rest is er eigenlijk helemaal niets speciaals gebeurd. Dus ik denk van de 3 vakantievlogs dat dit misschien mijn meest saaie vlog is.
Maar het is niet anders. Het kan niet altijd feest zijn. Bij deze kom ik dus even de vlog nu afronden. Ik hoop dat jullie het toch leuk vonden. Geef het zeker een like. Druk alsjeblieft op die rode knop hieronder. En dan zie ik jullie volgende week super graag terug. Bedankt om te kijken. Tadaa.